Elke dag opnieuw krijg ik de vraag Ik ben op zoek naar een scholenvisje, liefst Zuid-Amerika, om in mijn aquarium te steken. Ik ga een aquarium starten, of ik ben al gestart, maar ik ben nog niet helemaal zeker welke vissen ik erin ga stoppen. Welke vissen kunnen er nog toegevoegd worden aan mijn huidig aquarium, zodat alles mooi in harmonie draait en dat er een extra visje bij zit? Elke dag opnieuw, meermaals, krijg ik die vraag van mensen. Vandaag geef ik jullie de, naar mijn mening, nummer 1 oplossing over hoe dat we dat zelf kunnen gaan onderzoeken op een mega eenvoudige manier. Vijf minuten werk en je kan jouw visbestand samenstellen. Op een betrouwbare manier. Ik ga het jullie zo meteen tonen, maar ik ga jullie eerst welkom heten. Hallo Sunshiners. Welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine Valley. Mijn naam is Dominique Maas en met mijn kanaal is de bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to the point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. Ik ga niet langer jullie bezighouden door iets te praten, ik ga jullie meenemen naar de computer, ik ga een screen share tonen aan jullie, ik ga jullie tonen hoe ik te werk ga. Ik ga jullie gewoon eerst nog één vraag stellen, laat eens weten hieronder in de comments hoe jij het aanpakt. Hoe doe jij het om dat visbestand samen te stellen? Ga je rondvragen op Facebook? Ga je op Fora gaan rondvragen? Vraag je het in jouw aquariumvereniging? Ga je het zelf gaan opzoeken online? Via welke site doe je het? Enzovoort. Laat het eens weten hieronder in de comments. Ik ga jullie nu meenemen naar de computer. Inmiddels ben ik nog twee seconden langer aan het praten, zodat jullie tijd hebben om die comments in te vullen. Ik ga jullie nu meenemen naar de computer. Ik heb toestemming gevraagd aan John om zijn site te mogen gebruiken, om te mogen tonen. John, bedankt om uh, jouw site ter beschikking te stellen. Ik ben heel blij dat ik het kan doen. Want als je het mij vraagt, is jouw nieuw zoekfilter het ideaal om een visbestand te gaan samenstellen. We zijn vertrokken richting computer. Zo. We zitten aan de computer en we openen gewoon een browserscherm. En in het browserscherm die ik iets wat ga uitvergroten, zodat het heel duidelijk is voor jullie, gaan we naar www.aquainfo.nl Aquainfo.nl Zonder spaties, gewoon deze term: Aquainfo.nl Als we naar die website gaan, dan kunnen we rechtsbovenaan klikken op Aquarium Database Zoekfilter, we klikken het zoekfilter aan. Dan gaan we naar een site waar er wel wat uitleg gegeven wordt over hoe je best het filter kan gaan gebruiken. Lees even rustig deze tekst door, hij is wel redelijk belangrijk zodanig dat je weet hoe het filter precies werkt. Goed, we willen voor in ons aquarium visjes die minimum 3 cm groot zijn, 3 a 5 cm groot zijn en ze mogen maximaal 5 a 15 centimeter groot zijn. Ik geef nu maar een lukraak voorbeeld. Lang verhaal, kort. Ze moeten 3 à 5 centimeter minstens worden. En maximaal mogen ze 5 à 15 centimeter worden. Dus in dit geval mogen ze maximaal, of moeten ze tussen de 3 en de 15 centimeter zijn. Categorie. Hier kan je gaan kiezen voor planten en dat soort dingen meer. Familie, ja, voor de mensen die zich bezighouden met taxonomie, kan handig zijn. Het geslacht, taxonomie, kan handig zijn. Dieet, we willen vissen, we willen we gewoon alles kunnen geven. Bijvoorbeeld, ik noem nu maar iets, we willen vissen voor in ons maanvis-aquarium. Maanvissen zijn omnivoor en we willen niet ons voer gaan opsplitsen, dus we blijven bij omnivore vissen. Broedgedrag, ja, afhankelijk. Als je er echt misschien mee wil gaan kweken, kan het handig zijn, hoeft niet noodzakelijk. Onze maanvissen komen uit Zuid-Amerika, dus we willen vissen die ook eveneens uit Zuid-Amerika komen. Landen, als we niet specifieke voorkeur hebben, laat je die blanco. Ecosysteem, idem dito. Karakter, we moeten wel vredelievende visjes hebben. Het is niet de bedoeling dat onze maanvissen aangevallen worden door onze vissen die we erbij gaan plaatsen. Sociaal gedrag, ik zou liefst van alles schooltje hebben in dit geval. En de zone. misschien de midden- tot bovenlaag. Omdat onze maanwissen tijdens het eten misschien wel wat meer op de bodem zetten. Daarom midden- of bodemlaag. Goed, als we hierop gaan filteren, dan krijgen we een aantal mogelijkheden: de tetra-soorten, of twee tetra-soorten, twee nanostomus-soorten en één Tayera boelkei. De hockeystick, met andere woorden. Trouwens foto genomen door John de Lange, nogmaals dank John dat ik jouw website mocht gebruiken als voorbeeld. Goed, de hockeystick. De hockeystick zal volgens de informatie, volgens de informatie minstens 3 à 5 centimeter en maximaal 5 à 15 centimeter omniveau vredelievend Scholenvisje die in de middelste of in de bovenste waterlaag terechtkomt. Zullen we dus de hockeystick kunnen nemen? Nou, als we gaan kijken naar de hockeystick op de site aquainfo.nl staat heel veel informatie, staan ook een aantal video's van de hockeysticks. En hebben we ook nog extra informatie waarin we dus gaan zien dat het dieet omnivoor is. Wat we precies wouden, het is een scholenvisje, vredelievend van karakter en het kan, dus de lengte van 5 cm minimaal, 6 cm maximaal, valt perfect binnen onze criteria. Een minimum pH van 5,5 en een pH van 8 past perfect bij onze maanwissen. Lang verhaal kort, hockeystick kan bij maanwissen. Stel nu, we hebben een nieuw aquarium. In dat nieuwe aquarium weten we echt niet wat we gaan doen. Met andere woorden, ons dieet, we weten het niet. Ons boeit het weinig. We willen heel graag een aziëbiotoop hebben. Het karakter, het is het enige visje wat erin komt. Dus we gaan ons daar niet mee bezighouden. We gaan, gaan kijken bij vissen die, ja, ze mogen wel iets groter zijn. Ze mogen toch minstens 5 à 10 centimeter zijn en mogen maximaal 10 centimeter. 25 centimeter zijn om nu maar iets te noemen. Maar we willen een azië -biotope. Dit is het belangrijkste. We gaan kijken welke vissen dat we krijgen als resultaat. Beta, uiteraard krijgen we de beta. Daniel, krijgen we ook. We gaan even kijken, ah, de gestreepte gourami, gourami soortje. Zouden we nou in pagina 2 nog een aantal gourami soorten misschien hebben? De Deklep gourami, diamant gourami. Oké, okay, we gaan diamant gourami nemen door veel mensen gekend. Ook weer foto van John de Lange. Dit visje zou eventueel in ons aquarium passen aan de hand van de criteria die wij hadden. We zien onmiddellijk de waterwaardes dat we eigenlijk moeten we gaan nastreven in ons aquariumbiotop. We zien eveneens dat we een aquarium nodig hebben van minstens 1,20 meter. En als we gaan kijken naar extra informatie, dan zien we van alles en nog wat staan aan extra informatie die we kunnen gaan gebruiken om onze vissen te gaan houden. pH schommeling tussen 5,5 en 7,5 heel ruim te houden en dat soort dingen meer. Dus we een aquariumbiotop, dan mogen de diamantguramis ongetwijfeld niet ontbreken. goed stel nu we hebben leidingwater die echt hard is en dus ook bij gevolg heel basis is qua waterwaardes wat gaan we nu gaan doen willen we onze visjes gaan houden wel we hebben een ph uit ons water uit ons kraan komt een ph die vaak minstens 7 is tot 7,5 mama pieken oploopt van 8 à 9 van waar ze komen, dat boeit ons niet. We willen gewoon dat die pH goed is voor de visjes in dit geval. Dus we gaan kijken welke vissen kunnen we houden op onze pH-filter. En dan krijgen we dit. Deze vissen zouden we allemaal citroensiglieden bijvoorbeeld zullen we allemaal kunnen gaan houden op ons harde en basische water. Ik ga natuurlijk er eentje gewoon moeten uitpikken. Voila, we kiezen er eentje, het zijn allemaal bwaaah. De badis, badis, waarom niet? Lang geleden trouwens dat ik die vis nog gezien heb in het echt. Op zich, ik vind het wel een heel interessant visje by the way. Leuk met de streepjes, kan ook heel erg verkleuren. Belangrijk bij deze zijn zeker en vast goede belichting om de kleuren te laten boven water komen. Hier zien we het al een klein beetje de waterwaarden die we nodig hebben voor ons aquarium. Een pH tussen de 7 en de 8. Past wel binnen wat wij gevraagd hebben, maar we willen zeker zijn, we willen even gaan kijken of het eventueel achteraf te combineren valt met andere vissen. Karakter is vredenlievend. Worden ze te houden in de harem. Het zijn carnivore vissen mensen opgepast. Wel zeggen dat ze enkel groenvoer eten. Komen uit Azië. En de pH 7. A8. Drie verschillende mogelijkheden. Drie manieren waarop we kunnen gaan zoeken. Deze drie vissoorten zijn gekozen puur op basis van wat wij uiteindelijk willen. We hebben een discus aquarium. Een wildvang discus aquarium. Wel, we gaan even zoeken welke vissen dat daar eventueel bij kunnen. Onze temperatuur. Ja, ze moeten toch minstens een temperatuur. Net als discus aankunnen van 26 graden. Laten we zeggen 25 tot 27 graden. En de temperatuur ja, kan ook oplopen van 27 tot 30 graden. pH zetten we heel zuur met onze discus. We hebben een wildvangbak, waar we echt de moeite voor doen om heel zuur te gaan. Ergens tussen de 5 en de 6 is ons streefdoel. Maar goed, als we het eventueel tot aan 7 rekken, zou het ook ideaal zijn. Herkomst, we willen een gerecht. Zuid-Amerika gaan. Karakter liefst vredelievend, zeker met discus. Benieuwd of er resultaten gaan uitkomen, want ik ben nu al heel specifiek aan het zoeken. Ah ja, we hebben twaalf resultaten. Twaalf resultaten wat eventueel zou kunnen met Discus. Apistogramma, ongetwijfeld. Geofagussen, zeker en vast. Op de volgende pagina. Hmm. Uaru, uiteraard. Nanostomus equis. Heel leuk vestje. Fantastisch leuk vestje. Deze zou dus, als we kijken naar de, op basis van die zoekcriteria wat we ingegeven hebben, eventueel wel kunnen in ons discus aquarium. Als we kijken bij extra informatie zien we dat de Nanostomus equus zeker en vast een omnivoor is. Wat ook wel belangrijk is om bij Discus te gaan houden. Want Discussen zijn omnivore vissen. Moeten we niet apart gaan voeren. Schoolgedrag. Dat houden we absoluut. Is ook een klein beetje streekgebonden. Wordt niet te groot. 4 à 5 centimeter. Temperatuur tussen de 25 en de 28. Wat perfect combineerbaar is met Discus. En een pH tussen de 5 en de 6 is ideaal voor deze vissen. En een zacht. Water. We hebben dus eigenlijk gezocht op wildvangdiscus, zacht zuur water met een temperatuur van 27 graden. En wat hebben we gevonden? We hebben gevonden de nanostom Nanostomus equest, die prima op die 27 graden kan. Zacht zuur water kan ook prima. En ze zijn niet extreem groot, want onze discus is onze blikvanger. En ze komen uit dezelfde streek eten hetzelfde en we houden een schooltje. Lang verhaal kort, we hebben eigenlijk op dit, in dit geval een visje gevonden die perfect te combineren valt met onze discusvissen. Op die manier, dankzij de site aquainfo.nl, de link daarnaar staat hieronder ook nog een keer beschreven in de beschrijving, we hebben vissen gevonden die bij onze discus horen afhankelijk van onze criteria. Zo, jullie hebben het gezien. Ik gebruik stevast die site om het te doen. Ik kan begrijpen dat het soms gemakkelijker is om gewoon de vraag te gaan stellen aan iemand. Maar ik heb jullie nu op zijn minst een alternatief gegeven van hoe je kan gaan zoeken naar een vestje die past binnen jouw vestbestand. Ik heb maar een aantal voorbeelden gegeven. Ik zou zeggen, ga zeker en vast eens gaan spelen met die zoekfilter. Het is een fantastisch zoekfilter. Nog niet 100% op punt, omdat ook niet alle vissen erin zitten. Maar toch heel, heel, heel accuraat. John, je hebt daar topwerk geleverd. Aquainfo.nl, even gaan kijken. Rechts onderaan in beeld een livestream over het samenstellen van een visbestand.